ik ben Mohamed Mefta. Ik ben verantwoordelijk voor Buursport Mechelen. Vandaag was Dit is Participatie, 11 september. Exact 19 jaar geleden dat ik ben begonnen met Buursport. Ik ben super blij dat Demos me de kans heeft gegeven om over Buursport te spreken. Er zijn heel veel mensen gekomen, bekende gezichten en nieuwe gezichten. En we hebben het gehad over Buursport van toen, Buursport van de dag van vandaag en hopelijk met de schepenen over de Buursport voor in de toekomst. Dus ik zou zeggen, geniet van deze leuke film. En moest u vragen hebben over Buursport, ik zou zeggen, ik ben altijd bereikbaar. Dank u wel. Ik ben Nora Edawi, ik ben de oprichter van Renneskitia en wij hebben het event Dit is Participatie vandaag in Mechelen mee georganiseerd. Het was een heel fijne avond, er was heel veel dynamiek tussen beleid, maar ook praktijksmedewerkers en ook de jongeren. Dus het was een heel mooie en fijne show waarin dat ze hun mooiste trucjes naar boven hebben gehaald en waar het beleid toch ook mooie beloftes heeft kunnen maken om aan de toekomst mee te werken. Ik ben Soumya, ik ben gezinscoach bij de stad Mechelen. En ik heb vandaag twee workshops mogen geven in verband met buurtsport en hoe dat buurtsport een beetje is opgericht en hoe dat ik daarin ben gegroeid als vrijwilligster en nu tot mijn functie. Ik vond het heel leerrijk. Jammer genoeg dat mijn panelgesprek is moeten stoppen, maar goed, alles komt goed. Maar voor de rest vond ik het een hele toffe ervaring en ik hoop dat ik dat terug mag doen, want het was voor mij de eerste keer dat ik een workshop heb gegeven en ik zou dat heel graag willen terugdoen. Ik ben Pieter, ik werk bij Demos. Ik vond het een heel toffe dag. We hebben samengewerkt met Mohamed van Buursport en Nora van Renneskitia. Ik vond het super interessant omdat zij eigenlijk heel veel dingen hebben laten zien dat ik nog niet wist en nog niet kende. En ik denk heel veel andere mensen ook. En tegelijkertijd was het een dag vol ontmoeting en dialoog en dat was plezant. Voilà.